Vanaf vandaag worden er meer swaplocaties gereed gemaakt om covid-testen uit te voeren. Dit zegt gezondheidsminister Umar Ramadien. De bewindsman stelt dat er meer swaplocaties nodig zijn vanwege de explosieve stijging van het aantal mensen dat zich laat testen. Vanaf morgen, denk ik, wordt er ook bij het Wanika ziekenhuis geswapt tussen 9 en 1. Dus kijk, wij proberen, ik kan die frustratie best begrijpen van mensen. Kijk, het is zo dat we allemaal hebben gefeest. We hebben allemaal het op ons genomen om te gaan feesten. En uiteraard, ja, vandaag wordt het tussen 7 en 10 dagen dat we nu allemaal merken dat mensen klachten hebben. En je verwacht eigenlijk dan als persoon dat alle systemen in place zijn. Maar ik vraag geduld, want je ziet zelf wat de toeloop is. Het is niet iets, een situatie wat wij hadden gewenst en waarop iedereen had gewacht. Ramadien zegt dat hij de toeloop van mensen niet had verwacht, omdat aan de samenleving was gevraagd om de Mohana-maatregelen in acht te nemen. Als wapen tegen nieuwe varianten zoals Omicron. De minister zegt dat de ontwikkelingen rond de besmettingen hoog op de agenda staan bij de regering. Er zal ook over de noodzaak van een totale lockdown worden gesproken. Gisteren meldde het COVID-dashboard 820 nieuwe positieve gevallen. 2 mensen lieten het leven.